Oké, Full Iron met een Charmers wapen, dat is niet verkeerd. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Hunger Games, oftewel de Blitz Survival Games. Gaan we daar lekker spelen in de map Grease. En zoals jullie wellicht zien, de timer gaat meteen aftellen. Dat kan maar één ding betekenen, inderdaad, we spelen een freaking no kid mode, want dat is gewoon episch. Oh, nou, zeker de spawn loot is ook episch. Mensen, welkom natuurlijk. Bedankt voor de reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Ik weet natuurlijk niet hoeveel likes zijn achtergelaten op de vorige video, want ik neem natuurlijk een dag van tevoren op. Dus dat betekent dezelfde dag als dat de video van Grizzle Lions komen, neem ik dit op. Maar als het wel zo is dat er 1000 likes zijn gehaald, mensen, dan weet je natuurlijk allemaal wat er is gebeurd. Dan is er namelijk natuurlijk een invite uitgegaan. Dan heb je nou zoiets van, nou Duffy, dan willen we ook wel vandaag proberen op deze. Dan kan je natuurlijk ook gewoon deze video een like aanklikken en dan wellicht komt er gewoon een invite. Wie weet. Ik weet dat het gaat lukken. Terwijl we bij jou leggings. Voor mij heb ik al leggings of niet? Ik weet eigenlijk niet eens of we al leggings hebben. Wel dat als ik jou kill dat ik leggings heb. Voor mij heb ik geen leggings trouwens. Kom. Nee, hoppatee. Dank u wel voor je leggings. Zie, ik had nog geen leggings. Wij gaan lekker door. Trouwens, bedankt voor degene die deze persoon een slonersbot natuurlijk opgooide. Want, hey, zo'n slonersbot had het nooit gelukt. We denken, we maken even een dramatisch effect eraan. We zien er iemand rennen met vrijwel niks. En we zien ook iemand rennen met vrijwel wat stuff. Ga ik eerst voor deze persoon. En daarna, want kijk, die wil dus op diegene gaan met niks. Als ik dan zeg maar deze tegelijkertijd van achter kan aanpakken. Dan kan die, ja dat dus. Hoi, kom hier. Kom hier. Kom jongens, met z'n allen, met z'n allen. Nee, niet op mij. Oké, weet je wat, fuck it dan maar. Ga maar dood dan. Snel die aangedaan. Go. Oké, hij heeft wel betere leggings dan mij, maar ik heb betere gear voor de rest. We leven nog, die kan aan, die kan hop hop hop. Snel deze innemen. Oh, want er is daar nog iemand in de buurt. En we gaan door. Holy shit, wat een drukte. Maar hey, ik moet zeggen, ik vind het wel lachen hoor, deze drukte hier een keer in de game. Dat je gewoon lekker veel drukte hebt, lekker wat mensen kan aanpakken en boom, hoppatee. Ja, oké, okay, dan vind ik het nu wel tijd, of eigenlijk gepaste tijd, om even wat rust te gaan nemen in de game. 4 kills gemaakt in een ontiegelijk korte tijd achter elkaar door. Have a chill now, even relax. Maar ik moet zeggen, ja, weet je, ze moesten gewoon dood. En ik heb daardoor nu wel een mooi gearsetje. Bijna het beste gearset natuurlijk uit de game. Alleen Iron Body kan ons nog sterker maken. Dus wat dat betreft, we gaan erg lekker. Ik wil eigenlijk gaan enchanten. En iets zeg maar ook, we gaan voor de kills. Maar ik ga denk ik toch om te enchanten. Ik heb zoiets van, weet je, sharpness kunnen we onszelf alleen maar weer wat sterker mee maken. Of eigenlijk, nou ja, sterker niet. Ja, meer damage doen, gevaller. Dat dus. Laten we dat gewoon lekker gaan proberen te fixen. En dan... ja, zullen we zien of we daar wat aan hebben. Ik ben Guido Spanje, kwam in je video. En Jelte, oh god. Oh god. Oh god. Het is een Jelte vriend. Het is een Jelte aanhang. Zullen we teamen? Wat? Het is een Jelte aanhanger. Oh nee. Oh nee. Want deze kerel kan ik eigenlijk nu niet laten gaan. Ik wou bijna zeggen, hey, een Diamond Body. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want een body zit natuurlijk helemaal niet in deze game. Tenzij je natuurlijk de Blitzer hebt en dan... Vault Hunter neemt, dan is natuurlijk de kans dat je een Blitz of een Diamond Body hebt wel aanwezig. Maar nu niet. En het ziet er ook naar uit trouwens, die twee mensen aan het teamen zijn. Oh, wauw. Ga je maar serieus een free kill geven of wat? Dankjewel, broer. Shout-out naar jou. Je had me ook kunnen killen, je had me ook mogen killen. Maar jij hebt zoiets van, nee Duf, jij gaat vandaag de game misschien winnen. Dus ik help jou ermee. Dankjewel daarvoor. Oh, jij bent wel snel. Ik, Boris. Ik ook, Boris. Ik, Duffy. Jij, Boris, samen Duffy en Boris. Oké, hier kan ik doodgaan als ik deze kerel niet op tijd weet te killen. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Kom op, Duffy. Het kan nog. Is hij hier? Kom op. Nee. Kom hier met je 2 HP. Nee, je wou maar cleanen, grappie. Nou moet je ook vechten ook. Weet je, ik bedoel, als je ballen hebt, moet je nou ook vechten. Ja, maar dan durf je niet, hè? Nee, want als je dood kan gaan, is het niet meer leuk. Nee, maar wanneer je kan cleanen, is het wel leuk. Ah, ik weet wel weer wat voor iemand jij bent. Hè? Alleen maar vecht in eigen belang, jij. Had ik ook gedaan als ik hem was daar niet van, maar goed. Maar probeer daar nog even snel speed bij te pakken. Kom freaking hier. Kom freaking hier. Ja, oké. Je hebt toch zo'n tegen pijlen meer. Hoppatee. Ik wist dat hij dit niet lang vol zou houden. Tuurlijk, hij hit me een paar keer goed. Alleen, op een gegeven moment kom je uit die bow-hitting. En dan weet je gewoon, weet je, ik kan hem dan hebben. En dan, oké, iemand schiet weer pijlen op me. Dankjewel voor dat schot. Oh, daar zit letterlijk iemand. Really? Laat me eens even allemaal met rust, joh. Laat me eens even allemaal met rust. Hoppatee. Oké, goed. Ik leef nog. De damage gaat beginnen. Ik heb ontiegelijk veel pijlen getankt. En wij kunnen door. Ik weet ook, ik heb een level. Maar ik laat het level gewoon voor wat het is. Ik geloof het allemaal wel. Misschien dat ik nog wat damage op hem kan doen. Ik weet het niet. Ik denk het haast niet. Ik kom hier namelijk het hoekje niet voorbij. Nu wel. En gaan we nog verder iets kunnen doen? Misschien dat hij fall damage gaat krijgen. Hij krijgt fall damage. Maar niet genoeg om hem hier dood te kunnen krijgen. Ik heb wel betere gear hem, maar... En een beter wapentje. Ik heb hem nog kunnen hitten als het goed is, right? Yep, hij heeft 14 HP. Nice. Oké.
Goed, dan gaan wij ons opmaken voor Le Deathmatch. Heb ik speed? Nee, oké. Dan moeten we ons best gaan doen. Dan moeten we ons best gaan doen. Maar het maakt het niet uit natuurlijk met wie ik eerst ga vechten. Maar goed, deze persoon hier blijft staan. En ik kan hier een free kill ophalen. Ja, dan doen we dat gewoon. Nu rent hij waarschijnlijk weg omdat ik nu regen heb. Wat op zich logisch is. Als hij wel met me... Nee, hij geeft me nu al een free kill. Bro, shout out naar jou dan. 9 kills, een taunt kill en een win. Een heerlijke openingsgame voor vandaag. Hoeveel coins gaan we krijgen? We krijgen dan maar liefst 2398. En mensen, ik zit natuurlijk gewoon allemaal lekker in de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kappa V2. Kijken natuurlijk of we dan hier de win in voort kunnen zetten. Terwijl ik dacht, wat ik dus niet heb gedaan. Ik dacht dus daadwerkelijk dat ik een kit mode was gejoined. Oké, we zijn no kit mode gejoined. Ik denk van waar is in één keer mijn kompas, maar... Oh, nou weet je, doe het volgende potje 100% kit mode. Eén ding, dat is wat ik jullie nu al beloof. Volgende potje is kit mode. Want ik dacht dus dat ik het nu al deed, maar schijnbaar heb ik gemisklikt. Het is ook zo moeilijk om op zo'n sign te klikken natuurlijk, hè, Duffy. Het is ook zo moeilijk om de middelste te kiezen in plaats van de meest linkse. Ja, dat is inderdaad pittig moeilijk soms. Dus, niet met pest, oké. Ik maak allemaal zo'n foutje. Terwijl deze persoon hier voor mijn neus, die moet echt billenkoek krijgen. Ik bedoel, je rent zoveel kisten voorbij, dat jij gewoon zulk lekker gear misloopt. Dat kan gewoon bijna niet, echt niet. Dit kan gewoon bijna niet. Dit mag ook gewoon niet worden goedgekeurd door het Duffy Games Fonds. Jij moet nu gewoon dood. Hoppatee, dankjewel. Dit is gewoon... Ik bedoel, die laat gewoon letterlijk een heel jemig, een heel gearsetje achter. Deze kon hij natuurlijk niet meer hebben, absoluut niet. Maar ja, begrijp wat ik bedoel, weet je. Ik bedoel, die rent langs kisten en die heeft zoiets van... Ach, weet je wat, zolang ik maar wegkom bij de spawn, ben ik wel goed en komt alles wel goed. Terwijl Spider-Man 2 kills pakt. Maar je moet toch altijd proberen zoveel mogelijk kisten te openen. Ik bedoel, kom op. Voor je weet loop je gewoon zoiets belangrijks mis. Maar goed, we kunnen twee dingen doen. Protection of Sharpness. En we gaan voor Protection, hoe gek het ook klinkt. Hoppatee, protection is binnen. Oh, je hebt ook een nice gear setje, broer. Maar ik heb nicer. En daarom moet jij nu dood. Hoi, probeer je nu te clean of wat? Superman. Oké, Superman is dood. Superman hitte mij perfecto. Echt ontiegelijk goed. Ik ga niet zeggen van... Ha, zie je wel. Het hek staan, pakt hij een double kill. Maar hij hitte me gewoon in de zin van goed. Zo van heel erg goed. Maar hey, misschien had hij de perfecte ping op je, wat dan ook. We hebben hem gekilled wat dat betreft. En... Wij gaan lekker door. Let's a freaking go. En anders weet je, misschien is die kill gewoon fucking goed. En had hij, wat ik al zei, de perfecte ping op mij. En gewoon tak, tak, tak. En je bent bijna dood. Maar gelukkig had ik die protection. En wij kunnen nu doorgaan. We hebben inmiddels alweer 3 kills. Dus het gaat er weer de goede kant op. Onze gear stage, wat dat betreft, beste gear stage uit de game. Wat we kunnen krijgen zonder natuurlijk de Blitzstar. Protection erop. Dus dat is al helemaal weer een stukje beter. En wij gaan gewoon ons best doen om... En nou gewoon de game te kunnen domineren. Ik mis nog wel een stone sword. Dat was ook de keuze natuurlijk waarom ik voor protection ging in plaats van sharpness. Ik zou een wooden sword inderdaad kunnen enchanten voor sharpiness. Maar ik had zoiets van meh. Ik had zoiets van meh. Terwijl er gewoon iemand verdorie pijl op me loopt te knallen. Joh. Ja, ik doe ze even normaal. Doe ze heel eventjes normaal, meneer. Vind jij dit nou normaal om op voorbijgangers pijlen te gaan schieten? Ik bedoel, dit zijn geen pranks, bro. Dit zijn geen pranks. Dit zijn gewoon moordaanslagen en ik vind het niet kunnen. Waar wil je nou naartoe, hè? Waar wil je nou naartoe met je 2 AP? Hoppatee. Ja, je hebt jezelf verraden, want als hij niet had geschoten... Ik had niet geweten dat er iemand zat, echt waar. Dus no joke, ik had het echt niet geweten gewoon. Wow. Wow. Doe eens even chill, jij. Deze move ook wel heel snel. Echt heel snel. En ik ben dood. Zijn hoofd ging net al heen en weer toen hij net die persoon aan het slaan was. Nee, deze keer het heks. Ik call het gewoon. Je hebt heks. Ik call het gewoon, fuck it. We gaan eens even kijken. Ik denk dat hij de game ook daadwerkelijk gaat winnen. Daar gaan we dan. Doe maar. Hij heeft nu wel zijn ene heks heeft juist dat hij om zich heen kijkt. En die staan dan weer een beetje aan. Hij tokkelt heel erg. Ja, zijn hoofd gaat op en neer. Obvious, bruh. Obvious. Hij probeert onopvallend te hacken. Hij heeft zoiets van, ik doe hem zeg maar aan en uit, aan en uit. Niemand heeft het door. En dan denk ik dat niemand het door heeft. De server heeft ook door van, oké, ik ben gewoon door een hacker gekilled. Het is inderdaad heel jammer dit. En hij wint de game. Wat een verrassing. Wauw. Nou, GG. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Torin. Kijken natuurlijk of we er dan hier nog wel een win van kunnen maken. Het is wel zo de tering, hé. We gaan gewoon even boom. 4 mensen. Oké, die gaan even allemaal dood. Goed, 20 man left. Kijken of wij er hier een win van kunnen maken. Mensen, mocht je dus hebben van Duffy of iemand, dat kan. Ik zeg mensen, maar het kan gewoon één persoon zijn die denkt. Mag ik de persoon van het vorige potje reporten? Mag ik dat voor je video gebruiken? Ja, dat mag je doen. Ik zou zeggen, zet hem lekker op het forum en gooi de tijd erbij wanneer het gebeurt. En ja, laten we hopen dat de persoon in kwestie hier geperm-band wordt, als dat niet te veel is. In ieder geval, doe je ding. En wij gaan lekker ons best om hier dan nog een win van te maken. In ieder geval, ik ga mijn best ervoor doen. Want
Want ja, we willen natuurlijk op zich nog wel even winnen. We willen natuurlijk nog wel eventjes winnen. Terwijl ik mijn Timkit zo meteen krijg over 40 secondjes. 40 secondjes. Ik ga deze kant op. Ik denk dat ik... heel gek dit misschien. Maar ik bedenk me in één keer van, weet je, ik heb nu toch zo'n beetje allemaal al mijn gear. Ik ga nu weer deze kant op. Ik heb zo'n beetje toch al mijn volledige gear wat ik nodig heb. Ik bedoel, ik krijg hier nog een keer leggings bij. En wat dat betreft ben ik dan gewoon stacked. Stacked. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb hier van mijn stuff. Dus waarom zou ik dan als vooraan gaan rennen in de horde? En een kans hebben dat ik dadelijk vastzit en dan doodgaan. Oké, hallo hé. Doe even rustig, joh. Doe even rustig. Hé, doe eens even normaal en rustig, man. Doe eens even normaal en rustig, man. Jee, maar wat een agressie weer. Wat een agressie. Wat een agressie hier, zeg. Jemig. Kom maar. Kom maar. Ja. Hoppatee. Oprotten nou. Gewoon agressie. Meteen afstraffen. Bij een kill. Dankjewel. We gooien de botten over de grond. We kijken wat we nog meer hebben gekregen. We doen deze aan. Puur omdat het er leuker uitziet. We zetten die daar neer. En we zetten die daar neer. We hebben cobwebs. Daar heb ik natuurlijk maan een keer mee zien ouwe hoeren. Dus misschien dat ik ook wel die cobwebs ga gebruiken. Ik weet het niet. Of ik dat kan. Maar hey. Proberen kan altijd. Hoi. Oeh, je hebt een nice gear. Holy moly. Kom op. Kom op. Kom op. Damn it. Hoppatee. Nice. Oké dan. Wederom een lekkere kill. Wat had hij überhaupt verkeerd? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat we door kunnen. Hij had. Oké, had Knight 8 volgens mij. Not bad at freaking all. Ik moet zeggen, we hebben nu wel een lekker gear setje. Of het genoeg gaat zijn. Geen idee. Weet natuurlijk nooit wat je in game gaat tegenkomen van mensen. Maar we kunnen wel wat ogenen. En dat is natuurlijk nog wel chill. Er is natuurlijk iemand nu bij de spawn zit. Laten we hopen van niet. Volgens mij niet. Voor mij kan ik gewoon in de spawn. Oké, er zit iemand in de spawn. Iemand bij de spawn. Laat ik het daarop houden. Hoi. En daar spant zijn snowman in. Ik wou zeggen, zijn snowman. Zijn snowman spant hij in. Oké, niet zo heel erg. Doen we lekker snel zo. Doen we die even snel weer daar. Hop, hop. Het is best wel tricky wat ik nu natuurlijk doe. Ik weet het, maar ik moet het toch... Oh shit, level 2. Dang it. Ik moet het toch proberen om te enchanten. En tot nu toe heeft het nog gewoon niks opgeleverd. Dus ik ben pretty fucked up. Nu dan? Nee, ook niet. Oké, we moeten blij zijn met sharpness. En daarmee is gewoon alles gezegd, weet je. Sharpness meer niet. Ga dood jij. Ah, freaking dood. Je hebt een mooi gear setje. Nog een keer TNT plaatsen. Nice. Nee, nu heb ik jou veel te hard gehit en kan ik niet meer bij je komen. God dang it. Ik ga wel gewoon... Oh, wow. Ho, ho. Niet doen. Ik wil zeggen, ik ga nog wel gewoon achter je aan. Maar niet, dat soort dingen moet je niet doen. Hij kan zo meteen makkelijk omdraaien en mij kei en kaart rekken met dat gear van hem. Kan makkelijk. En zeker hier. Als hij me hier eraf weet te hitten, dan is het helemaal pretty fucked up. Daarom gooit hij mij denk ik nu ook naar achter zo van... Ho ho, back off bro, back freaking off. Kom freaking hier. Wat is jouw plan? Ja, je hebt bijna... Ja oké, okay, je hebt bijna full HP dan. Maar hij wil me niet afmappen, zie. Ik wist het wel. Ik wist het wel. Ah, ga eraf. Oké, okay, of ga eraf, ga dood. We moeten gewoon wederom doorgaan. Voor mij heeft hij nu geen snowmans meer, denk ik. Laten we het hopen, in ieder geval van niet. Oké, okay, dus wederom een hit op hem. Kom op. Deze man, hij vecht echt voor zijn leven. Het is echt zoiets van, wat er ook gaat gebeuren, ik ga niet dood. En ik dacht dat hij hier het lava in zou gaan springen. Kom op. Hoppatee, we hebben hem down. Holy shit. Wat een freaking fight slash chase was dit, zeg. Maar goed, hij is uiteindelijk down. Wij leven en wij kunnen door. Protection 1 zit hierop. We doen natuurlijk gewoon de feather falling aan. Want hey, dat is gewoon fucked up cool. En we gaan eens even kijken, wat zit hier nog op? Blast protection. Nou ja, het is beter dan wat ik nu aan heb. Dus we doen het maar gewoon lekker aan. Wij eten ondertussen wat. En we gaan ons klaarmaken voor de deathmatch. Het is toch nog best snel gegaan. Natuurlijk, ik heb best wel een tijd achter deze kerel aangezeten. Maar het is alsnog. Het is redelijk snel gegaan. Ik heb trouwens ook die cobwebs. Kan ik toch niet gebruiken in de deathmatch. Dus ja, ik wil ze toch geplaatst hebben. Want dat is, ja, weet ik veel. Oh, we zijn trouwens full iron. Wauw. Oké, full iron met een charmless wapen. Dat is niet verkeerd. Let's go. De damage. Oh, ja. Die was... Wow. Oké. Okay. Die kwam wel heel erbij eventjes. Ik ben benieuwd of deze twee zaten voor mij net ook al achter elkaar aan. Dus misschien dat ze wel met elkaar gaan vechten. Dat zou natuurlijk... Oh, wat de fuck? Oh, hé? Hey? Die was net onzichtbaar. Nou ja, goed. We gaan gewoon erheen en we gaan ons best doen. We callen tand en we gaan ervoor. Hoi. Mag ik met jou vechten alsjeblieft? Kom op. Kom op. 1 hit. 1 hitter en de quitter. 2 hits en de quitter dan. Kom op, je verpest met tand. Nee, nee. Oh, dang it. Oh, dang it. En natuurlijk rent hij deze kant op. Logisch. Bro, jouw game is over. Je weet het zelf ook. Geef op. Geef op. Hoppatee. We hebben hem hier nu. Hij kalt zijn tand. Als ik hem nu nog kan killen, dan heb ik natuurlijk wel nog een tandkill wat dat betreft. Alleen, op een of andere reden wil hij wel niet vechten. Hij heeft natuurlijk zoiets van dat regen. Dat is fucked up irritant. Wat ik kan begrijpen. En bam. GG.
6 kills, een taunt kill en uiteindelijk ook nog weten te winnen ook. I'm happy. Ik ben er blij mee. Hoeveel coins gaan we krijgen? We krijgen nog eens een keer 1857 coins. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van The Hunger Games. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie ook allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.